Nee, is toch erg voor mij. Natuurlijk kunnen we deze taproom niet besluiten zonder een bedankrondje. U heeft vanavond kunnen genieten van een zeer gevarieerd programma. Wens uit naam van Excelsior wil ik jullie allemaal hartelijk danken voor jullie muzikale bijdrage aan onze jubileum taproom. We zijn blij dat jullie dit 40-jarig feestje samen met ons hebben willen vieren. Natuurlijk ook een woord van dank. En natuurlijk hoort daarbij een bedankje aan onze levensspreekster van vanavond, Gretina Noé. Gretina, hartelijk dank voor je prettige aankondigingen en jouw bijdrage aan deze mooie avond. En natuurlijk krijgt de zon nog een bloemetje. Deze prachtige taptoe was natuurlijk ook niet tot stand gekomen zonder de inzet van de vrijwilligers. Ze hebben belangeloos meegewerkt achter en voor de schermen en ervoor gezorgd dat onze taptoe super verliep. Voor zowel de deelnemende korpsen als voor u als publiek. Dus aan de vrijwilligers, allemaal hartelijk dank voor jullie inzet. Het is toch lastig op het vliegje? Ja, lach maar. Jullie moeten hier staan. Moet je de kap jou? We hebben het vandaag, of vanavond al, een paar keer voorbij horen komen. Maar door het aantrekken van een aantal sponsoren is het zoveel makkelijker om een taptoe te organiseren. Dus ook nogmaals aan de sponsoren hartelijk dank. Ja. 2011, het jubileumjaar van Excelsior, is natuurlijk nog niet afgelopen. Drieën van ons jubileum houden we op 5 november nog een jubileumconcert in het verzorgingshuis Patrimonium in de Rijkszilver. Natuurlijk bent u daarvoor allen ook van harte uitgenodigd. Dan zult u net als vanavond weer worden voorzien van ons muzikale repertoire, met natuurlijk een hoofdrol voor de jeugdleden. Dan hebben we op 8 september op het Waagpleinconcert een samenspel met een kleine pipeline. En op 16 september houden we een open repetitie. Voor degene die daarin geïnteresseerd is, u bent van harte uitgenodigd. En natuurlijk hopen we dat er nog een paar verbale leden inlopen. Want er kan altijd erbij. Aansluitend aan deze tap toe kunt u natuurlijk nog een drankje en een hapje kopen in ons verenigingsgebouw, waar een DJ de muziek zal zorgen. De zogenaamde afterparty zal nog wel even aanhouden. Wellicht een overvloeder wordt de avond mede bekostigd door de badinkomsten. Geef maar een hint. Rest mij als voorzitter u allen hartelijk te bedanken voor uw komst. Ik had eerlijk gezegd niet durven hopen dat er zoveel mensen kwamen. Dus namens de deelnemende korpsen, hartelijk dank voor uw komst. En dan geef ik nu de microfoon aan Paul over. Dank u wel.